En sorry als je het gevoel hebt dat we je hebben weggestuurd. En ik vind het heel erg jammer dat je je telefoon niet opneemt, maar... Het is Australië, het is midden in de nacht. Hoi, Thij, lief. Dikke kus, doeg. Wie was dat? Oh, gewoon een kennis. Uit Australië. Hm. Oké, het was Tiffy, voicemail. Waarom zeg je dat niet gewoon? Omdat ik toch al weet hoe je weer gaat reageren. Ik wilde alleen eventjes checken of ze oké was. Waarom maak je überhaupt nog druk om haar? Zij heeft ons in de steek gelaten. Ja, nou weet ik het wel. Ja? Ja, zij heeft het toch ook niet zo gewild? Tiffy kan het toch ook niet eens doen dat het niet gelukt is en dat het allemaal nog een dan keer Dan had Tiffy er beter over na moeten denken. En ga niet weer zeggen dat ze zo gevoelig is, want ze is gewoon passief-agressief. Waarom hebben we het überhaupt nog over haar? Ze had gewoon de mond open moeten trekken. Nu krijgen we ook nog het gezeik van Anton over ons heen. Je hebt ook gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ze kan maar wat. Dit zeg je alleen maar omdat je geen zin hebt in ruzie met mij. Kom op, je oordeelt veel te hard. Je hebt gelijk. Sorry. Ik baal gewoon. We waren zo dichtbij. Een kindje en nu... Nu kunnen we even voor of aan beginnen. Weer een draagmoeder vinden. Weer dat hele traject. Dat hoeft dus niet. Hoezo niet? Wij gaan voor adoptie.